Want, dames en heren, kom gerust opnieuw naar dat tipje van jullie stoel. We zijn klaar voor de tussentijdse prijzen. Geef ze een applaus. Hier is ze. Met haar enveloppe, Lisbeth Bruneel. Dankjewel. Ja, en ik denk dat niet alleen de mama's een truitje hebben weggepikt, dat hebben wij backstage ook gedaan. Ik heb hier in mijn hand inderdaad een envelop met de eerste tussentijdse prijzen. Heel belangrijk om te weten bij Miss Fashion is dat 60% van de punten reeds op voorhand werd toegekend. Dus 40% van de punten die kunnen ze vanavond nog verdienen. Dat wil ook zeggen dat er al heel wat punten gegeven zijn. Dat wil zeggen dat we ook al heel wat awards kunnen uitreiken op dit moment. En deze zitten hier in mijn envelop. Dus ik ga nog een klein beetje opschuiven en wat plaats maken. Want de eerste award die ik mag uitreiken is deze van Miss Friendship. Kaira! En Miss Friendship is een heel bijzondere titel. Dat is een titel die niet door ons werd uitgereikt, maar door de finalisten zelf. Zij hebben zelf gekozen welk meisje voor hen deze zomer het meest betekend heeft voor de groep, op wie ze het meeste konden steunen en wie dus voor hen de Miss Friendship mag worden. Miss Friendship voor Miss Fashion 2020. Uw applaus voor Janne Kroenen. Ja, dit is met de eerste prijs van vanavond. De titel van Miss Friendship. Heel belangrijk, zoals ze zelf zijn. Een hele mooie prijs. Ik wil zeggen dat jij zo'n beetje de beste vriendin bent van iedereen. Proficiat. Heel geweldig. Dan hebben we ook nog een Best Catwalk. En het meisje dat vanavond met de titel van Best Catwalk naar huis gaat. Uw applaus voor Maite de Laat. Maite de Laat, gekozen. De dame die het allermooist over het begin op de catwalk schakelt. U zal het ongetwijfeld deze zomer hebben gemerkt en misschien een klein beetje blij zijn dat al dat gestalk stopt. Maar de meisjes hebben deze zomer ook een promocampagne gevoerd. En het meisje dat de award voor beste promo in ontvangst mag nemen, ze hebben allemaal een persdossier gemaakt met er alle artikelen in. En alles wat er deze zomer werd gepubliceerd is Aisha Verheijen. Aisha. Nu, daarnaast hebben ze niet alleen op radio, kranten en televisiepromo gevoerd, maar ook op social media. En dit jaar gaat de Social Media Award naar Janne Kroenen. Een stevige achterban voor Janne Kroenen Social Media Award. Dat is al de tweede prijs van vanavond voor Janne, zeg. Klopt. En dan hebben we ook nog Miss Photogenic. Deze prijs werd toegekend door al de fotografen waarmee dat meisjes deze zomer hebben samengewerkt. Maar hun foto's werden ook internationaal naar alle partners doorgestuurd waar Miss Fashion mee samenwerkt. Dus alle internationale verkiezingen. En ook die hebben een stem uitgebracht. Miss Photogenic dit jaar is Janne Kroenen. Janne Kroenen voor de derde maal verhaal. Fashion Events. Normaal gezien zou Doreen de koersmaker hier vanavond zijn om deze titel door te geven, want zij won deze vorig jaar. Maar ze had iets veel belangrijkers te doen vanavond. Een paar dagen geleden is ze voor het eerst mama geworden van haar zoontje Eden, dus zij kon er vanavond niet bij zijn. Maar de Miss Fashion Events dit jaar, het meisje dat een jaar lang het gezicht mag zijn voor het parelmerk Axel, en met hen voor een campagne het land zal rondtrekken. Uw applaus voor Jinse Valkenborg. Jinse, proficiat. En onze partner Global Fashion, van wie jullie daarnet het fantastische defilé zagen, die hebben ook drie meisjes gekozen die een jaar lang hun It Girls zullen worden. Dus die een jaar lang hun campagne zal dragen. De drie meisjes die zij hebben gekozen zijn Janne, Jinse en Imani. Janne en Jinse, jullie worden de It Girls van Blanco.
klopt. Oké, en dan hebben we nog één speciale award. Dat is de People's Choice Award. Het meisje dat vanavond de People's Choice Award mee naar huis neemt, is ook meteen onze eerste top 10 finalist. Dus die gaan we voor de pauze al weten. Onze eerste top 10 plaats. En de People's Choice Award voor Miss Fashion 2020. Uw applaus voor Shawnee Reinders. Shawnee Reinders, People's Choice Award. Zoals Lisbeth zei ook meteen, de eerste top 10 finalisten voor de Pauze. En ze is duidelijk tevreden, dat klopt natuurlijk. Maar er is nog niets beslist, dat is voor zometeen. Want ja, de muziekkeuze was goed, alles was goed. Maar ook de dames die waren van topkwaliteit. En ik denk dat het een heel moeilijke beraadslaging zal worden tijdens de pauze. Wat denk jij, Lisbeth? Ik mag heel eerlijk zeggen dat het voor mij een eer was om deze meisjes als mijn laatste finalistes te hebben. Dus dankjewel daarvoor. En dankjewel, Lisbeth. Ik zal u meteen drie kussen geven. Voilà, dat is eventjes acteur die profiteur wordt. Zo gaat dat. Goed, dames en heren, jullie mogen, want de dames natuurlijk, jullie mogen allemaal terug.